Je komt voor een MRI-scan naar het Meander Medisch Centrum. Hoe gaat dat? Kom maar mee, dan laten wij het zien. Allereerst meld je je aan bij de balie van de RNN. De baliemedewerker medewerker wijst jullie in de juiste richting. Ook krijgen jullie formulieren mee. Dit zijn belangrijke formulieren voor de veiligheid. Als er iemand met je mee mag, moet diegene ook dezelfde formulieren invullen. Wanneer je aan de beurt bent, word je naar binnen geroepen. De laborant stelt zich voor en neemt het formulier aan. De laborant bekijkt het formulier en bepaalt of je veilig de MRI-ruimte in kan. Kleding waar metaal in zit moet uit voordat je naar binnen mag. Je mag je in de kleedruimte omkleden. Hier kun je alles van metaal achterlaten, zo mogen bijvoorbeeld je sleutels en telefoon niet mee naar binnen. In de MRI-ruimte is een groot bed waar je op komt te liggen. Deze schuift straks het apparaat in. In de ruimte hoor je een geluid op de maat. Dit is de koeling van het apparaat zelf. Straks maakt de MRI-scan heel veel lawaai. Om het geluid minder hard te maken krijg je oordoppen en een hoofdtelefoon. Als er iemand met je mee is, krijgt diegene ook oordoppen en een hoofdtelefoon. Je hebt een grijs bolletje mee. Dit is de noodbel. Als het niet goed gaat met je, kun je knijpen in het belletje. Dan gaat het alarm af. De laborant kan het apparaat stiller maken zodat ze met je kan praten. De laborant kan dan vragen wat er aan de hand is. Als je komt voor een scan van je hoofd, ligt jouw hoofd in een soort bakje. Dit heet een spoel. De spoel is uit twee delen, waar je op ligt en een kapje dat er overheen komt. De spoel is nodig om de beelden te maken. Op het kapje kan een spiegel gezet worden waarmee je uit de tunnel kan kijken. Degene die met je mee is, mag naast je blijven zitten tijdens de scan. Je hoofd komt in het midden van de tunnel. Misschien kom je voor een scan van jouw knie. Dan komt je knie in een bakje te liggen. Dit is ook een spoel die beelden maakt. De spoel bestaat uit twee delen: eentje waar je op ligt en een kapje dat er overheen komt. Je knie komt in het midden van de tunnel. Ook dan mag degene die met je mee is naast je zitten tijdens de scan. En mocht je komen voor een scan van je buik. Dan ziet de spoel eruit als een grote mat. De mat komt op je te liggen. Je buik komt dan in het midden van de tunnel. Ook dan mag degene die met je mee is naast je zitten tijdens de scan. De laborant gaat achter de computer zitten om het apparaat te bedienen. Zij kan jou zien door het glas en op het beeldscherm van de camera. Er wordt nu gescand. Zo kan het lawaai klinken. De laborant kan ook met je praten. Als het nodig is, kun je ook terugpraten met de laborant. Het is de bedoeling dat je zo weinig mogelijk beweegt als er gescand wordt. En ook zo weinig mogelijk praat. De beelden lukken alleen als je heel stil ligt. Het zou kunnen dat de artsen contrastmiddel nodig hebben voor de beeldvorming. Dat wordt door middel van een infuus toegediend. Als de scan voorbij is, komt de laborant je uit de MRI halen. Je komt weer terug bij je omkleedruimte. En je mag daarna naar huis of terug naar de afdeling.